Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag weer de 22e woensdag en ik ben mijn haar aan het krullen, zoals jullie kunnen zien. Ik wou eigenlijk eventjes gewoon eens een keer uitproberen hoe krullen bij mij staan, want ik heb altijd stijl haar. Dus ik dacht, laat ik het eens even doen. Eén kant is best wel goed gelukt, zoals ik zie. En de andere is nog helemaal stijl, is gewoon voor mezelf. En het is een tang van, dat ga ik jullie even laten zien. Oh ja, het lukt best wel goed nog. Kijk, het is de tang van Max. En ik heb hem op 185 graden als het hoogste. En dit is zeg maar de dikte. En dan heb ik er een handschoen bij, ook van Max. En dat zorgt ervoor natuurlijk dat je handen niet verbrandt. Ik heb me net wel een beetje hier verbrand. Ik weet niet of je het kan zien, maar... Ja, dit is voor mij ook de eerste keer dat ik het echt zelf doe. Normaal helpt mijn moeder me of een vriendin. Maar dit is al best wel redelijk goed gelukt. Maar links vind ik altijd moeilijker. Dus ik ga eventjes kijken hoe dit gaat. Nou, voor de eerste keer vind ik mijn haar best wel goed gelukt. Kijk, zo is het geworden. Ik kan er nog wel veel mee leren, maar voor de eerste keer vind ik het wel leuk zo. Nou, ik ga lekker een soepje eten als avondeten. En daarbij denk ik quinoa. Dat is een hele lekkere rijst. Er zit tomaat en olijf in. En het is ook super gezond. Dit kan je allebei halen bij de Jumbo. En dit is een Thaise soep. Dat kan je maar een paar dagen houdbaar houden. Dus ook super gezond en ja, volgens mij echt zonder E-nummers. Dus dat ga ik even lekker opwarmen allebei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag weer 28 april. Ik vind de tijd ook echt super snel gaan. En het is vandaag een super spannende, leuke dag voor mij. Want ik ga weer voor het allereerst werken. Nou, echt na 4 weken ga ik weer werken. Dus ik moet wel eerlijk toegeven dat ik een beetje spanning heb. Want ja, je hebt je werk natuurlijk heel lang niet gedaan. Dus even kijken wat er nieuw is. En de maatregelen door corona hebben we natuurlijk nu ook. Dus ja, alles wordt even anders. Dus we gaan het zien. Ik heb dit vandaag aan. Ik ga jullie even laten zien in de spiegel. Ten eerste ben ik helemaal in het zwart, omdat voor mijn werk zwart gedragen moet worden. Niet dat ik dat erg vind, want ik ben echt een liefhebber van zwart. Dus ja, ik vind het helemaal top. Ik heb een V-halsje aan, omdat dit jasje wat ik draag ook een V is. Dus dat vond ik wel mooi. Het is een soort tutuutje, dat kan je ook zo open doen. En heb ik een zwarte broek onder en ik denk of mijn boots of gympen. Ik moet even kijken. Nou, ik loop nu aan het veen. En het is zo rustig. Het is natuurlijk door corona zijn er weinig mensen. En ik ga nu werken. Eindelijk gaat mijn werk weer open. Maar het is echt voor een donderdag natuurlijk altijd koopavond. Het is echt super rustig. Dus ik zal het even filmen voor jullie. Hallo allemaal. Ik ben lekker in Alsmeer. En ik ga even naar de Action met mijn moeder, want we moeten nog even een paar dingetjes halen. En ik wil dus voor de zomer een zwembad halen, een opblaas zwembad. Omdat ik denk ik niet op vakantie kan. En zoals iedereen, nou wil je natuurlijk wel lekker van het warme weer genieten en een beetje afkoelen. Dus ik ga er even voor kijken en nog even een paar lekkere beauty spulletjes halen. En dan ga ik het allemaal laten zien, denk ik, vanmiddag.
ik ga nog even laten zien wat ik heb gehaald bij de Action. Meestal hou je daar al snel spulletjes die je niet nodig hebt. Maar ik heb me dit keer goed ingehouden. Ik heb een CD gehaald, want ik heb eigenlijk door de mevrouw in de winkel inspiratie opgedaan om een leuk moodboard te maken. Dus daar heb ik een blanco bord ook gekocht. Superleuk. Daarbij heb ik twee mooie nude kleuren gekocht, verf. Nou, supermooi roze en grijs. Dat zijn eigenlijk ook wel mijn lievelingskleuren. Verder heb ik nog heel handig een doek gehaald. Het is een reinigingsdoek. Dat ziet er zo uit. En de achterkant zo. En dat is dus een doek waarmee je je gezicht goed kan reinigen. Dus bijvoorbeeld als je een weekendje weggaat of op vakantie hoef je niet al je potjes mee te nemen, reiniging en nou, dat verschilt ook weer bagage. Verder heb ik nog een oogremover gehaald. Van Nivea, er zit mooi heel veel olie in. En dat beschadigt je wimpers niet, want ik heb heel snel al dat ik wimperverlies krijg. Dus dat ik kale ogen krijg, doordat ik heel hard boen met make-up doekjes. Dat is natuurlijk echt niet goed, dus doe dat niet na. Verder heb ik nog elastiekjes gehaald. Nou, dat heeft ieder meisje altijd wel nodig, want ik raak ze heel snel kwijt. In allemaal verschillende tassen of bij iemand laten liggen. Dus dit geeft geen knik in je haar, dus dat je zo'n lelijke vouw krijgt. Dus dat is heel erg fijn. Verder heb ik nog het laatste voor mijn ogen. Heb ik nog setjes gehaald voor onder. Als je een beetje wallen hebt of vermoeide blik hebt, dan kan je die eronder doen. En dan straal je weer een beetje. Nou, dat waren eigenlijk mijn producten. Dus ik ben er wel blij mee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zaterdag. En ik ga voor de tweede dag werken. Ik heb er echt heel veel zin in. Donderdag was ik heel erg zenuwachtig, wat ik jullie zei. Maar ja, mijn collega's hadden alles supergoed geregeld. En het was een hele gezellige dag. Heel fijn om iedereen weer te zien. Ik werk vandaag maar een paar uurtjes, dus ik hoef niet heel veel mee. Ik heb een klein tasje mee, wel schattig. En mijn bus gaat volgens mij over 6 minuutjes, dus ik moet een beetje opschieten. Dus ik ga lekker even op de scooter naar de bus en dan vertel ik vanavond even wat meer. Hallo allemaal, ik ben weer lekker thuis. Ik had gewerkt tot 5 uur, dus ik heb nog even lekker wat aan mijn avond. Het is super lekker weer, het zonnetje schijnt nog lekker. Ik wil toch nog even wat delen over corona, want ik merk dat ik nu er heel anders in sta. Thuis is natuurlijk gewoon stabiel, je weet wat je niet mag doen en wel mag doen. En ja, dat was ik natuurlijk 4 weken lang gewend. Maar nu ik weer ga werken, krijg ik zoveel verschillende reacties van mensen en meningen te horen over het hele corona. Dat ik bij mezelf ook ging nadenken van, hoe heb ik het eigenlijk gevonden toen ik 4 weken thuis zat? En de een die, een heel schattig, een oud vrouwtje, een oudere vrouw, die ging weer helemaal breien en die ging haar hobby weer oppakken. En de ander die ging kettingjes maken of verven of een leuk moodboard maken over ideeën voor hun huis. Dus nou, het was super leuk om te horen. Maar ik heb het eigenlijk gezien als een soort van heel veel tijd voor jezelf natuurlijk. En ook heel veel nagedacht over mijn leven. Dat klinkt een beetje zweverig misschien. Maar eigenlijk door de vrije tijd en over het nadenken van wat ik nog wil in mijn leven. En of ik blij ben hoe ik nu leef. Daardoor heb ik eigenlijk wel weer YouTube opgepakt. Want ik merk toch, ja, dat was al heel lang mijn droom. En ik dacht, waarom doe ik het gewoon ook niet? En niks hoeft perfect te zijn. Iedereen doet het gewoon op zijn eigen manier. En ja, ik vond weekvlogs en dagvlogs super leuk om te maken. Dus ik dacht, nou ja, ik ga gewoon beginnen. En ik zie het wel eigenlijk. Dus ik ben er eigenlijk wel heel erg dankbaar voor eigenlijk. Dat ik deze vrije week heb gekregen. Nou, probeer het een beetje positief te zien. En ik zag het eerst ook een beetje negatief. Oh nee, en hoe zal het allemaal gaan? Maar ja, eigenlijk heb ik er heel anders over nagedacht. Lieve allemaal, bij deze ga ik mijn video afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal.
Ook zou ik het heel erg leuk vinden als je me volgt op mijn Instagram. De link staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!